Kikkie. Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een Q&A voor jullie. En in mijn vorige video heb ik jullie gevraagd of jullie vragen in wouden sturen. Eigenlijk was ik best wel bang dat ik geen vragen binnen zou krijgen. Omdat ik nog niet zo heel... A few moments later. Heel veel abonnees heb. Maar ik heb het toch maar gedaan omdat ik er best wel veel vragen naar kreeg om een Q&A te doen. En tot mijn verbazing heb ik best veel vragen binnengekregen. Dus laten we maar snel beginnen. De eerste vraag is van Maartje Welte. En dat is, zou je nooit meer willen eten of nooit meer lekker kunnen slapen? Nou ga ik van nooit meer lekker kunnen slapen. Want ja, wie kan er nou niet zonder eten? De volgende vraag is van Martijn Nagel. En die vraagt, wie is de grappigste kind van de klas? Ja, ik zou het echt niet weten. De volgende vragen komen van Jeroso. En ja, Jos is goed. Het zijn meerdere vragen, dus laten we maar snel beginnen. Ben jij op Rick? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Haha, haha, ha. Nee, ik ben niet op Rick. Zijn pizza burgers lekker? Dat weet ik niet, want ik heb het zelf nog nooit gehad. Maar volgens mij vind jij ze wel lekker. Hou je van poepen? Ja, keihard. Wil je kaas? De volgende vraag is van Janne Lemme en die vraagt, wat is je favoriete seizoen? Ik ga voor de zomer. De volgende vraag is van Vince Aerts en die vraagt, tijzoenen of stront eten? Ik ga voor stront eten. De volgende vraag is van Charlie Bussels en die vraagt, verkering met Thijs of met Rick? Dan heb ik liever verkering met... De volgende vraag is van Rick Bloemers en die vraagt, krijgt Vince ook een shout-out? Ja, is goed. Vince, shout-out naar jou. Krijgt Luca een shout-out? Luca, ook shout-out naar jou. En hij vraagt ook, krijg ik een shout-out? Ja, oké. Ook shout-out naar jou, Rick. Dan is de volgende vraag van Rick. Heb je liever een iPhone 6 of een Samsung Galaxy S6H? Nokia. Wie zijn de beste klasgenoten? De beste klasgenoten zijn Cas, Charlie, Daphne, Dimfy, Dirk, Eelkje, Eva, Jacco, Laura, Lieve, Luca, Maya, Marije, Mart, Martijn, Rick, Rob, Robbie, Roos, Sam, Sarah, Sam, Shania, Tom, Vince, Wouter, Jannik, Jero. En dat was het. Sla jezelf. Het houdt niet op, niet van jou. Zou je nu een boterham eten? Ja, maar ik ga toch eerder voor een paaseitje. GTA 5 Plays of 5 Plays, die vraagt, op welke school zit je en welk niveau doe je? Nou, ik zit op het Vaartman College in Asten en ik doe VWO en dan tweetalig onderwijs Atheneum. De volgende vraag is van Britt Dekker en die vraagt, hoeveel subs hoop je te halen? Eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit, want ja, ik doe YouTube gewoon voor de lol. Natuurlijk is het leuk als je wel abonnees hebt en wat views, maar eigenlijk doe ik het gewoon voor de lol. Maar als ik de vraag echt zou moeten beantwoorden, dan zouden de 30 abonnees super tof zijn. Dan is de volgende vraag van Luc van Houts en die vraagt, waarom neem je niet op met Vince? Ja, Vince, waarom nemen wij niet gewoon een keertje een video op? Dat is toch superleuk? De volgende vraag is van Esmee van Bochert. En die vraagt, wie zijn je beste vrienden? Nou, Esmee, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Want ja, ik vind gewoon bijna iedereen uit mijn klas wel aardig. En ook natuurlijk uit andere klassen. Dus ik zou deze echt niet kunnen beantwoorden. De volgende vraag is van Tom Lammers. En die vraagt, hoeveel YouTube money's verdien jij? Nou... Wo immer wir auch hinkommen, heißt es, oh mein Gott, ich kenn die. So listen everybody, we making YouTube money. So listen everybody, we making YouTube money. So listen everybody, we
Bram. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek, want ik weet niet of het Gabi of Gaby of... In ieder geval, deze vraag is van jou. Wat is je lievelingseten? Ik ga voor pizza, denk ik. Dan gaan we nu door naar de vragen die zijn gesteld op Snapchat. Als je mij nog niet volgt op Snapchat, dan kan je dat nu doen. Dit is mijn naam. En de eerste vraag is van Lex van Empel. En die vraagt, wat is jouw beste vak? Tot nu toe is mijn beste vak muziek, want daar sta ik nou een 9 voor. De volgende vraag is van Lola Hendricks. En die vraagt, ben je ooit op iemand geweest? Ja, nou nee, eigenlijk niet. Dan heb ik weer een vraag van Lola. En die stuurt een foto in. En er staat, vind je ons lekker? Ja, tuurlijk. Deze vragen zijn van Nina Dominicus en die vraagt, ben je op iemand? Nee, ik ben op niemand. Is het leuk op school? Ja, ik vind het echt super leuk op school. Alleen de leuke vakken. Is het leuk met je klas? Ja, ik vind mijn klas echt super leuk en ben ik super blij mee, want ja, het is gewoon een super leuke klas. De volgende vraag is van Shania en die vraagt, heb je iemand vermoord? En de volgende vraag is weer van Shania en die vraagt, heb jij een roze stift? Bedoel je misschien deze? Nog een vraag van Lex van Empel. Lievelingskledingsmerk. Ik vind de kleren van Baller wel leuk. Maar voor de rest heb ik niet echt favoriete kledingmerken. Volgende vraag is van Myrthe van Rooij. En die vraagt, heb je een vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. De volgende vraag is van Janie Wessels. En die vraagt, YouTube of Snapchat? Oh, deze is lastig. Deze sla ik over, denk ik. Een vraag van Thijs Linders. En die vraagt, kijk je porno? Nee, ik kijk geen porno en ik heb het ook nog nooit gekeken en dat wil ik ook graag zo houden. De volgende vraag is van Roos van Bogert en die vraagt, wie heb jij vermoord? Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If one of them is dead. En nog een vraag van Roos is, mag ik een shout-out als je Chicky? Shout-out naar Chicky. En de meest originele vraag van deze keer is van Marij Manders, van Janneke van der Laak, van en van nog meer mensen is, waarom ben je begonnen met YouTube? Nou, ik verveelde me heel erg toen ik klein was en toen ging ik heel veel YouTube filmpjes kijken en toen ik me nog erger verveelde, besloot ik om, om ook een YouTube kanaal te starten en eerst begon ik met allemaal make-up en zo, alleen dat vind ik nou niet meer zo heel erg leuk, dus ja, dat. Dus ja, daarom ben ik eigenlijk een YouTube-kanaal gestart. Gewoon omdat ik me verveelde. Dan een vraag van ShuffleGames.nl en dat is... Wat heb je liever? Geen haar of geen make-up? Ik heb liever geen make-up. Niet te abonneren op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven van mijn video's. En ja, tot de volgende keer. Doei!